Hallo reviewvrienden, hoe is het daar? Mooi, 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 mooi. Wat heeft Ahmed opgestuurd? Even kijken. Snoepjes! Nu heb ik jullie vaker gezegd dat ik niet van zoet hou. En toch wordt mij dat het zoet opgestuurd. Dus vaak vind ik het dan als meerder. Maar dit zijn Amerikaanse bars. Je hebt hier Reese's Cup Big. Je hebt hier Butterfinger. En je hebt hier Baby Root. Wat is de overeenkomst? Alle drie uit Amerika en alle drie met pinda's. En pinda's, die vindt oma Jan dan wel weer lekker. Overigens ben ik mee begonnen dat je de spulletjes die ik review kan kopen. Hieronder staat dus ook een linkje dat je ze kan bestellen. Want ik kreeg vaak van die verzoekjes van, hey Jan, nu willen wij het ook. En waar heb je het vandaan gehaald? En dan zei ik, ja, weet ik niet, Ahmed heeft het besteld. Maar die tijd is afgelopen. Dus gewoon bestel als je wil, die troep. We beginnen met Reese's Big Cup. Nou, er zit natuurlijk een Big Cup in. Nou, zo big is de Big Cup niet. Het is gewoon een zeg maar, een chocolade cakevormpje. Bunkervol met melkchocolade. Hapjes. En dan zit dus god en goddroge pindakaas in. Ik hou niet echt van melkchocola. Ik ben meer een pure chocolaman. Als ik een chocola eet. Want eigenlijk eet ik helemaal geen chocola. Wat is chocola nou? Chocola is meer voor de meisjes. Die zich even niet zo prettig voelen. En dan nemen ze een stukje chocola. En dan gaan ze op het bankje liggen met een dekentje naar een serie kijken. Gaan ze huilen doen. En dan hebben ze een blok chocola. En dan gaat het weer allemaal goed. Dit is de Baby Root. Kijk, je kan heel veel over de Baby Root zeggen, maar hier zitten verschillende producten in naast pinda's. Ook rozijntjes. Nou. Dit is gewoon lekker, joh. Pinda's. Noga. Karamel. Rozijnen. Kind kan de was doen. De Baby Root. Die is hartstikke goed. Rijn. Butterfinger. Pinda's. Crunchy, crispy, chocoladie. Daar gaat de Butterfinger. Oh, er zit koek in. Koek, karamel, pinda's, chocola. Is niet vies. Het gekke is wel, naast dat hij natuurlijk graag zoet is van de chocola, is hij ook zout. Tijd voor de cijfertjes voor deze chocolate bars uit Amerika. Nou ja, bar, dit is geen bar, maar toch. De Reese's Big Cup is melkchocola met raggerag droge pindakaas erin. Die krijgt van mij een 4. Daarna hebben we de Butterfinger, koek, chocola, pinda's. Raggerag vet, ook een beetje zout. Niet vies, een 6. De winnaar van deze review is de Baby Root. De Baby Root die is namelijk gewoon hartstikke lekker. Ik hou niet van melkchocola. Maar als de Baby Root in huis was, had ik wel er eentje gepakt. Zo lekker bij een kopje thee of zo. Heerlijk. De Baby Root krijgt van mij een 8. Want die is even lekker. Ho, ho, lekker man.